Financiën. Na dit filmpje weet je hoe je inkomsten en uitgaven van elkaar kunt scheiden en hoe je inkomsten kunt krijgen. Hoe je zo min mogelijk uit hoeft te geven. Wat een balans is en dat je soms vergunningen aan moet vragen. Hoe je financiën overzichtelijk maakt. Ga niet meteen aan de slag, maar denk eerst na of je vooraf nog zaken moet regelen. Mag je bijvoorbeeld zomaar een parkeerplaats afzetten om een voetbaltoernooi te organiseren? Nee, hiervoor moet je vaak eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als je de plaats geregeld hebt, ga je kijken wat je nog meer nodig hebt en of dit eventueel geld gaat kosten. Het is belangrijk dat je eerst geld binnenkrijgt voordat je het uit gaat geven. Zorg er daarnaast ook altijd voor dat de inkomsten hoger zijn of gelijk zijn aan je uitgaven. Je kunt namelijk niet meer uitgeven dan er in je portemonnee zit. Nu twee voorbeelden hoe je inkomsten kunt krijgen om je evenement te financieren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verkopen van warme chocomel in de winter, waterijsjes verkopen in de zomer. Optie 2. Langsgaan bij bedrijven, winkels om eventueel materialen gratis te verzamelen die je kunt gebruiken voor je activiteit. Leg hierbij goed uit waar het voor is en wat de voordelen kunnen zijn voor het bedrijf of de winkel. Dit noemen we ook wel sponsoring. Tip: denk vooraf na of het bedrijf dat je wilt benaderen past bij jouw evenement. Je gaat bijvoorbeeld geen houtzagerij benaderen wanneer je een kookworkshop wilt organiseren. Soms moet je dingen kopen voor het project, maar denk hier vooraf goed na of dit niet door iets anders kan worden vervangen dat misschien wel gratis is. Mocht het niet het geval zijn, let dan op de prijs. Probeer het vooral zo goedkoop mogelijk in te kopen. Het is handig om vooraf overzichtelijk op te schrijven wat je aan inkomsten hebt en welke uitgaven je gaat doen. Dit doe je door in de linkerkolom op te schrijven hoeveel geld je binnenkrijgt en hoe je dit doet. En in de rechterkolom op te schrijven hoeveel geld je uitgeeft en waaraan dit is. Dit noem je een balans. Nu je alles weet over financiën, kun je er zelf mee aan de slag. Succes!